Vandaag gaan we oefeningen oplossen van het type honderdtal, tiental, eenheid, min tiental, eenheid met brug. We beginnen met een oefening waarbij we enkel overschrijding hebben van de eenheden. We moeten hier enkel de eenheden gaan opsplitsen. 253 min 28. Het eerste getal laat ik volledig. Ik moet er 28 aftrekken. Ik kijk naar mijn tientallen. In het eerste getal, 253, heb ik 5 tientallen. Het tweede getal, 28, heeft 2 tientallen. Ik kan van die 5 tientallen zonder problemen 2 tientallen wegdoen. Ik moet de tientallen niet opsplitsen. Dan kijk ik naar de eenheden. In mijn eerste getal, heb ik drie eenheden. Van die drie eenheden moet ik acht eenheden wegdoen. Hier ga ik wel opsplitsen. Ik ga eerst naar het vorige tiental, dus doe ik drie eenheden weg. Ik split de acht eenheden dus op in drie eenheden en in vijf eenheden. Als ik de oefening in het lang schrijf, dan krijg ik 253 min 20 min 3 min 5. Nu is het veel makkelijker om de oefening op te lossen. Ik begin met 253 min 20. Dat is 233. Ik kan de tussenuitkomst er eventueel boven schrijven. Daarna moet ik de 3 en de 5 er nog aftrekken. Dan krijg ik. 233 min 3 min 5. 233 min 3 is 230, min 5 is 225. De volgende oefening heeft enkel overschrijding van de tientallen. We moeten hier enkel de tientallen gaan opsplitsen. 627 min 53. Het eerste getal laat ik volledig. Ik moet er 53 aftrekken. Ik kijk naar mijn tientallen. In het eerste getal, 627, heb ik twee tientallen. Van die twee tientallen moet ik vijf tientallen aftrekken. Ik ga mijn tientallen opsplitsen. Ik wil eerst die twee tientallen die ik al heb wegdoen. Dus splits ik 50 in 20 en in 30. Nu kijk ik naar mijn eenheden. In het eerste getal 627 heb ik 7 eenheden. Het tweede getal 53 heeft 3 eenheden. Ik kan van die 7 eenheden zonder problemen 3 eenheden wegdoen. Mijn eenheden moet ik dus niet opsplitsen. Als ik de oefening voluit schrijf, dan krijg ik. 627 min 20 min 30 min 3. Ik begin met 627 min 20. Dat is 607. Daarna moet ik de 30 en de 3 er nog aftrekken. Dan krijg ik. 607 min 30 min 3. 607 min 30 is 577, min 3 is 574. In de laatste oefening is er zowel overschrijding van de tientallen als van de eenheden. Ik moet hier dus mijn tientallen en mijn eenheden gaan opsplitsen. 426 min 68. Het eerste getal laat ik volledig. Ik moet er 68 aftrekken. Ik kijk naar mijn tientallen. In het eerste getal, 426, heb ik twee tientallen. Van die twee tientallen moet ik 6 tientallen aftrekken. Ik ga mijn tientallen opsplitsen. Ik wil eerst de twee tientallen die ik al heb wegdoen, dus splits ik 60 in 2. 20 en 40. Nu kijk ik naar mijn eenheden. In het eerste getal 426 heb ik 6 eenheden. Van die 6 eenheden moet ik 8 eenheden aftrekken. Ik ga mijn eenheden opsplitsen. Ik wil eerst die 6 eenheden die ik al heb wegdoen. Dus splits ik 8 in 6. En twee. Als ik de oefening voluit schrijf, dan krijg ik 426, min 20, min 40, min 6, min 2. Ik begin met 426, min 20. Dat is 406. Daarna doe ik 406, min 40, min 6, min 2. 406 min 40 is 366, 366 min 6 is 360, min 2 is 358. Een paar tips. Laat het eerste getal steeds volledig. Duid eventueel je tientallen of eenheden aan met een kleur. Werk goed in tussenstappen. En werk ordelijk zodat je geen stap vergeet.